zo snuip snot van de beste bot. Hey, de mooi die snoren snut. Wat vindt er nou bij uit? Pieter Patat zal een taart bakken voor Romke de Mol. En professor Snoot zal hem helpen met zijn nijste uitvinding. Hey, zo heren, hoe vis mijn uitvinding, Pieter? Een stok? Met handjes? Wat kan dat ding? Wacht je nou maar even. Oh, heel even, Sjen. Op dit knopje drukken. Ja. Dan. Het begint dat ding te draaien. Het handje pakt een ei en slaat het op een ronde van de pannenstik. Ja. Dat gaat mooi. Eerst gaat het stadig, maar dan hudder en hudder. Klets. Oh, wacht even. Oh. Daar krijgt professor Snoot een ei in de knieën snuit. Hij kan hier niet neer meer zien. Klets. Pieter Patat krijgt een ei tussen de ogen. En nog een, op een holle. Het ding gaat als een gek in de ronde. Gelukkig bindt de aaien nou op. Driet, de keuken niet. Nou ja, wel een liet flaterke, denk ik. Als ik nou dat boutje en dat spiekerke van dat handje omgedocht, hè? Driet zit ik. Ik heb niet nog van al die hele wieze uitvindings. Nou, ik moet alleen maar even helpen. Zulke help ik niet, om Driet. En het rode professor erdoor uit. Sjusa. Nou kunnen de mensen maar de taart beginnen. De hele dag werkt Pieter aan de taart. En als het joen is, staat er een prachtige taart. Met rode bijkes en een protte slagremmen. Wat zal Romke de wies maar wezen? Professor Snoort kan net zo best sliepen. Hij moet heel tijd aan de taart denken. En aan zijn uitvindings. Zou het een mooie taart wezen, hè? Misselijk van Pieter dat ik hem net zie, maar de knapste professor van Friesland, maar de taart net niet zien. Nou, ik dacht het lekker toch. Professor Snoot stapt van bed af en hij sloopt stadig naar de keuken. Het eetwinkeltje van Pieter Patat. Suntjes dochter de doorriepen. Oh. Wat een mooie taart staat er op de tafel. Hij rint eromheen. Wat is die taart wit, hè? De buikjes binnen worden, maar wat meer kleurkes, dat zou vanzelfs wel wat aardiger wezen. Nou, wacht eens even. Dan maak ik de taart wat fleuriger. Dan is Pieter ik niet meer zo leuk op mij, nou. Professor Snoort helpt een poetsje met griene kereltjes uit de boezen en struit het oer de taart. Ja. Dat stiet prachtig. Dat vindt Romke verstek heel feestelijk. Tevreden gaat er weer op bed. De oren maas binnen Romke, Pieter en de professor al heel beteet wekker. Eerst zongen ze van Romke in zijn versierde boekwinkeltje. Ja, in de gloria. Hiep, hiep, hoera! Hiep, hiep, hoera! Hiep, hiep, hoera! En dan nou? De taart! Waar wordt een lekker stukje? Mijn slagriem. Romke, dat liek het mij wel lekker taart. Zelfs bakje, hè? Zelfs bakje. Vanzelfs willen ze alle hier graag een grut stik hebben. Romke maait eerste stik. Ja. Pieter snijdt er maar een grut mes een stik van af. Hier eet er kleine kereltjes op die. Romke neemt er een hapje van. Heerlijk. En daar zweeft er stadig gewoon omheen naar het plafond. Nou, Romke. Ja, nou, ik zweef, Pieter. Vind je dat net gek? Zou dat van die taart komen? Dat is onzin. Het is een gewone taart. Zeg maar. En de professor neemt een grote hap van de taart. En ja, Jer, daar zweeft de professor ook al heen. Dat denk ik al, hè? Zeg.
Die groene kereltjes. Ik wist wel dat er wat maar wie. Had jo die groene kereltjes erop strijd? Hoe zit dat, professor? Nou, ja, ik bedoel, ja, ja, het wie het verkeerde spul, denk. Zweefhagelslag. Dat ging geen kweer, ja? Het ging geen kweer? Nee. Nou, dan neem ik maar een stuk taart. Het is hier zo ongezellig al en onder. Pieter neemt ek wat van de taart. En even letter hing je ze alle treien onder het plafond. Oh, dit is wel wat hoor. Zijn jeetje had Romke nog nooit horen. Zijn kinderen zijn boekwinkeltje ekkers van heel orenkant bezien. Lokkig werkt het spul nou jaloeren net meer. En dan steren ze weer maar de forten op de grond.